Goedenavond allemaal, beste vrienden en vijanden van uitgeverij Erzberg. Beste vrienden en vijanden van Bert de Munk. Van harte welkom op deze boekvoorstelling van Leven en Laten Leven. Corona. Als er één woord is waar we in deze zomers zonnige dagen, en nog eens bedankt voor jullie komst, want ja, je had even goed het terrasje kunnen gaan doen natuurlijk. Maar als er één woord is waar we in deze zomers zonnige dagen liefst niet aan herinnerd willen worden, dan is het wel de naam van dat virus dat 2 jaar van ons leven heeft beheerst. Niet Vivaldi, niet de klimaatopwarming, niet de politieke peilingen, niet Oekraïne. Bespeur ik hier trouwens geen metaal of minstens oorlogsmoeheid in onze belangstelling voor dit lokale wereldconflict. Niet de bestorming van het Capitool, niet de verkiezingen van Frankrijk of Colombia, nog de nieuwe reeks van Borgen op Netflix. Niets van dat alles beroerde en beheerste ons dagelijkse leven in het algemeen en het publieke debat in het bijzonder als corona, covid, de epidemie. Tijd dus om de balans op te maken van wat dat virus, overgewaaid van een illustere dierenmarkt in Zuid-China, ons heeft aangedaan en ons tot op vandaag nog steeds aandoet. Al willen we het vandaag misschien niet meer geweten hebben dat bijvoorbeeld China tot voor kort nog in een strenge lockdown zat. Bert de Munk maakt die balans op in Leven en Laten Leven. Al beperkt hij zich daarbij niet tot corona. En gelukkig maar. Over zo weinig thema's die ons zo beheerst hebben, werd er immers zo weinig debat gevoerd over wat er nu eigenlijk gebeurd is, welk beleid er is ontwikkeld en hoe we ons gedwee, sommige minder gedwee, in een keurslijf van lockdowns en CST's hebben laten dwingen. Echt debat was in die periode amper aanwezig, of het was dan op het niveau van wat onze Nederlandse buren wappies noemen, die het debat al helemaal niet bevorderden met hun in het beste geval ridiculiserende commentaren en in het slechtste geval negationistische argumenten, enfin, non-argumenten. 2 jaar lang werden ter zake de afspraak en de opiniepagina's van de kranten gevuld met commentaren, visies en standpunten over corona en de impact van de epidemie op ons dagelijkse leven. En toch durf ik stellen, ook als historicus, en ik weet het is kortdag, maar toch durf ik stellen dat er nooit een post-hoc debat is gekomen. Wat de initiatiefnemers en de organisatoren van het Wintermanifest, waar Bert de Munk er één van was, ook mochten beogen. Kritiek op het gevoerde beleid, vragen stellen bij de opgelegde maatregelen werden en worden vandaag nog steeds te vaak en te snel op hetzelfde hoopje gegooid als het zootje ongeregelde wappen is. Een kwalijke evolutie, als u het mij vraagt, die een weinig volwassen debatcultuur aantoont, nochtans een debatcultuur waar we allemaal op stonden te kijken en ook allemaal deel van uitmaken. Jawel, wij allemaal, iedereen in deze zaal. Beste iedereen. In oktober vorig jaar mocht ik nog het boek uitgeven en voorstellen van Philippe de Bakker, gewezen liberaal minister in de vorige regering, die toen verantwoordelijk was voor het taskforce-gerichte beleid om corona te bestrijden. De titel daarvan, En nu is het oorlog, uitroepteken. Nu, waar een recente oud-minister doorgaans op heel wat media-aandacht kan rekenen als hij kort na zijn afscheid kritiek en analyse brengt van zijn beleid en het beleid van de regering, bleven de meeste media bij het verschijnen van dat boek Oost-Indisch doof. Vandaag ligt Leven en Laten Leven er, al eventjes, en de media laten het opnieuw afweten. Een kritische geschiedenis van de pandemie in een bredere context, waarin wetenschap en samenleving tegenover elkaar worden afgewogen in zowel verleden, heden als toekomst, kan blijkbaar niet het onderwerp zijn van een debat in onze klassieke media. Debat dat nochtans broodnodig is, omdat het ons allemaal aanbelangt. En omdat we toch ooit eens een analyse moeten maken van het gevoerde beleid en we toch één keer lessen moeten trekken uit het verleden. Of zullen we na het debat van vanavond en nadat u het boek gelezen hebt, u kan trouwens straks allemaal een gesigneerd exemplaar verkrijgen, kopen liever, of zullen we na het debat vanavond en na lezing van het boek moeten vaststellen dat we maar één les kunnen trekken uit dat verleden? Bert de Munk levert alvast de nodige aanzetten voor die lessen in zijn nieuwe boek, waarvan u straks een gesigneerd exemplaar kan kopen, zoals ik daarnet zei. Ik ben even iets te snel geweest. Het zullen misschien toch een beetje de zenuwen zijn, ik weet het niet, maar ja, wij historici gebruiken zo vaak de boutade, we kunnen maar één les trekken uit het verleden. En dat is dat we geen lessen trekken uit het verleden. Laat ons hopen dat Bert ons toch lessen kan leren met zijn boek.
Mijn excuses voor de lapsus. Goeie vrienden, ondertussen, bij deze kritische noot wil ik het houden. Ik verleen graag het aangekondigde panel de mogelijkheid om vanavond wel in debat te gaan. Dat panel bestaat uit wetenschapshistoricus Bert Munk, verbonden aan deze universiteit, uit Erika Vliegen van het UZ Antwerpen, die als voorzitter van de belangrijkste adviesorganen een belangrijke rol heeft gespeeld in de uitrol, zal ik maar zeggen, van het coronabeleid van de voorbije paar jaar. En nummer 3, Patrick Lobuik, politiek filosoof, ook aan deze universiteit verbonden. Mijn Erzberg-collega en podcastproducer David Geens leidt het gesprek in goede banen. En nadien ziet u mij terug, weet u dat het einde nabij is en kan u napraten bij een glaasje en uiteraard het boek open. Hiermee verklaar ik het debat voor geopend, maar eerst graag het woord aan de auteur, het feestvarken Bert de Munk. Dankjewel, Karel. Dankjewel ook alvast aan de collega's voor het gesprek straks en om hier te zijn. En dankjewel allemaal om te komen. De opkomst is groter dan ik verwacht had. De receptie zal dus iets kleiner zijn dan voorzien. Maar mijn boek dus, ik weet ook niet of mijn boek een beleidsanalyse doet. Het is alleszins geen boek dat beleidsadvies wil geven of zoiets. En ook niet de pretentie heeft dat ik het beleid beter had kunnen voeren, maar het is wel geschreven vanuit een soort bezorgdheid, verontwaardiging ook wel een beetje, denk ik. En daar ga ik mee beginnen. Proberen aangeven waarom het boek er eigenlijk is gekomen, hoe het is tot stand gekomen. En ja, ik was een van die mensen in 2020, in februari, maart 2020, die vond dat er heel snel een beetje een enge focus was aan het ontstaan. In het Wintermanifest hebben we dat dan tunnelvisie genoemd. Dat er te veel werd gefocust op die biologische realiteit, op dat virus ten koste van een aantal, wat we dan later neveneffecten van de maatregelen zijn gaan noemen, de levensschade van de maatregelen. Hoger? Ja, oké. Ik was een van die mensen die heel snel meer angst had van de angst, zoals dat dan kan heten is, dan van het virus zelf. Daar hoorde ik bij die groep. En die schrik en die bezorgdheid die nam alleen maar toe, omdat gaandeweg kwam er wel kritiek op het beleid en op wat ik vond dat een beetje een enge focus was. En dan zag je dat er heel weinig ruimte was voor kritiek. En dat deed de angst, of de ongerustheid alleszins bij mij, nog toenemen. Hè. De mensen die dan kritiek probeerden te geven of die kanttekeningen maakten, die werden dan in het beste geval gecounterd met dooddoeners als elke dode is er een te veel, op gezondheid staat geen prijs. Ik heb een aantal kranten, kopjes en titels meegebracht. Terwijl er ondertussen wel maatregelen werden genomen en waarvan ik vind dat die moeilijk te rechtvaardigen zijn. Hè. We zijn wel heel ver gegaan natuurlijk. En mensen hebben gedwongen in isolement gezeten. Ook kwetsbare mensen hebben moeilijk afscheid kunnen nemen, moeilijk elkaar kunnen bijstaan in crisissituaties. Ik denk dat jongeren een heel zware prijs hebben betaald voor het beleid. En dat blijkt nu ook, denk ik, uit een aantal rapporten die nu onlangs zijn verschenen, dat de mentale prijs die jongeren betaald hebben, of de prijs die ze in leerachterstand hebben betaald, dat die heel groot is. Maar de sfeer was er een van, daar is geen alternatief voor. We kunnen niet anders, de cijfers zijn wat ze zijn, enzovoort. En mijn boek probeert te achterhalen, waarom zagen we daar geen alternatief voor? Hoe is het zover kunnen komen dat we geen alternatief zagen voor toch wel heel vergaande schendingen van grondrechten, zou je kunnen zeggen, druk op lichamelijke integriteit enzovoort. Dus dat is de vraagstelling eigenlijk van mijn boek. Dat is wat mijn boek drijft. En ik doe het eigenlijk niet graag, want de collega's die mij kennen weten dat ik geen cijferpersoon ben. Maar ik denk wel dat ik iets moet zeggen over cijfers ook, omdat heel veel discussies zijn daar natuurlijk wel op vastgelopen, op verschillende interpretaties van de cijfers. De mensen die dus een eerder strenge aanpak voorstonden, hadden meestal een andere inschatting van hoe erg het nu eigenlijk was
het virus en hoe angstaanjagend het u was, hadden er meestal een andere inschatting over van dan de mensen die een meer relaxed beleid voorstonden. En ja, in het slechtste geval leverden dan discussies op over, ja, is het nu, waar sommigen zeiden, het is maar een griepje, of het is maar een seizoensgriep, of het is niet veel erger dan een seizoensgriep, voor een goed begrip, daar hoor ik niet bij die mensen. Ik denk dat het wel degelijk erger was dan een seizoensgriep. En dat is in 2020, denk ik, gaandeweg duidelijk geworden. En dat werd bevestigd als dan in 2020 duidelijk becijferd kon worden wat de oversterfte eigenlijk geweest was. Hè. En die oversterfte was in 2020 aanzienlijk. Hè. Er zijn, denk ik, in België grosso modo 17.000 mensen meer gestorven dan je zou verwachten op basis van het gemiddelde van de voorgaande jaren. Dat is ongeveer, denk, in 2021 was dat al helemaal anders, maar in 2020 was die oversterfte reëel. En wat vooral, denk ik, heel groot was, was de afwijking ten opzichte van de voorgaande jaren. Er was echt in april 2020 vooral was een heel grote piek in sterfte. En als je dat uitdrukt in een maat die de standaardafwijking uitdrukt, dan heb je een heel grote piek, een heel grote afwijking ten opzichte van het gemiddelde van de voorgaande jaren. En wellicht in veel landen, denk ik, de grootste afwijking sinds de Spaanse griep na Wereldoorlog 1. Maar, en daar heb ik die grafiekjes voor meegebracht, als je historisch uitzoomt en je kijkt naar bruto sterfte, dat wil zeggen, hoeveel mensen zijn er gestorven in een bepaalde periode, een maand of een jaar, op een bepaalde bevolking, 100.000 of 1 miljoen. Als je uitzoomt en je kijkt dan naar een iets langere termijntrend, dan vallen er twee dingen op, denk ik. Eén, dat is dat de bruto sterfte gaandeweg, bij de bruto sterfte die neemt natuurlijk al af sinds de 19e eeuw, we zijn stelselmatig ouder geworden en dus de bruto sterfte is stelselmatig gedaald, maar dat daar nog sinds de jaren 80 een knik in zit. En dat die stelselmatig is afgenomen sinds de jaren 80. En dat weerspiegelt natuurlijk dat we stelselmatig ouder zijn geworden. We zijn, als je dat bekijkt, sinds de jaren 50 of zoiets, zijn we nog gemiddeld 10 jaar ouder geworden. Dus je ziet twee dingen, denk ik, in deze grafieken. Eén, we zijn gewend geraakt aan een stelselmatige daling van de bruto sterfte. Maar tegelijkertijd, en daardoor, zijn we als bevolking stelselmatig kwetsbaarder geworden voor een virus zoals dit, dat voornamelijk oudere mensen heeft getroffen. Dus als je op die manier uitzoomt, dan krijg je toch een beetje een ander perspectief, denk ik, dat een aantal dingen verklaart en dat je zou kunnen zien als een soort reality, ik noem het hier een reality check, ik weet niet of ik die term in het boek eigenlijk gebruik, maar zo een eye-opener van misschien kunnen we ook niet zomaar vanuit gaan dat die dalende trend blijft bestaan. Misschien is dat ook een illusie dat je kan denken dat je steeds op dat pad verder kan gaan. En anderzijds is het ook zo dat dat pad van die dalende bruto sterfte op lange termijn zal dat ook wel blijven bestaan natuurlijk. Hè. We zijn nu teruggeworpen in België tot de jaren 80. Kortstondig, voor één jaar, zijn we terug op het niveau gekomen van de jaren 80. Dan was de bruto sterfte 11 en iets meer dan 11 doorgaans per 100.000 mensen. En dat was ook het niveau dat we terug hadden in 2020. En de piek in april 2020, die heel hoge piek, was een even hoge piek in bruto sterfte, even hoge piek als december 1989, wat een griepmaand was toen. Dus we zijn eigenlijk kortstondig teruggeworpen naar de jaren 80. En in veel buurlanden, waaronder Zweden, zijn we eigenlijk maar teruggeworpen naar de jaren 90. Sommige landen is dat zelfs maar naar de jaren 2000 enzovoort. Waarmee ik niet wil zeggen dat er geen hoge afwijking was in 2020, alleen we zijn niet teruggeworpen naar de middeleeuwen of zo, of naar de Wereldoorlog 1, zelfs niet tot de jaren 50 en 60. En die cijferdiscussie die eindig ik in mijn boek eigenlijk met de stelling, het argument, dat de COVID-19-pandemie wellicht past in een rijtje van een aantal pandemieën die we in de jaren 5, die we na Wereldoorlog 2 gekend hebben. Eind jaren 50 had je de Aziatische griep, eind jaren 60 had je de Hongkong-griep, dat waren ook heel grote pandemieën. En ik heb een foto meegebracht van een Zweedse
klaslokaal eind jaren 50 tijdens de Aziatische griep. En je ziet hier, het klaslokaal is leeg op één leerling na. En dat is omdat alle kinderen, werkelijk alle kinderen, op dat ogenblik thuis ziek zijn. De klas is niet een lockdown. Iedereen was gewoon thuis. En als je de kranten erop naleest in die periode, dan zie je dat er op een heel andere manier met die pandemie werd omgegaan. De pers sprak daar geruststellend over, stelde mensen gerust enzovoort. Wat mij dan doet mij in mijn boek afvragen, waarom kan dat nu niet meer? Dat is eigenlijk zo mijn rechtvaardiging in het boek om te gaan onderzoeken wat is er in die periode veranderd dat we nu niet meer zo meer relaxed met dat gegeven kunnen omgaan. En dan pel ik in het boek eigenlijk een aantal lagen af, een aantal historische lagen. En de eerste laag is een korte termijn laag, zeg maar, is heel institutioneel van aard. En zoomt in op een aantal procedures, protocollen, instellingen, actoren die de laatste decennia zijn ontstaan in antwoord op eerdere bedreigingen. Er zijn een aantal virussen de revue gepasseerd, SARS-1, MERS, de Mexicaanse griep enzovoort. En onder impuls van de Wereldgezondheidsorganisatie, heel vaak, zijn er dan elke keer mechanismen bijgekomen die ons moeten voorbereiden. In het jargon heet die dan vaak preparedness. De WHO heeft dan preparedness-rapporten die ons moeten voorbereiden op griepgolven enzovoort. En die vertalen zich op lokaal niveau in detectiemechanismen, in definities over of verschillende niveaus van alertheid die je moet handhaven, actoren zoals instellingen zoals Sano, actoren die daar allerlei protocollen en procedures moeten volgen als er een bepaald alertheidsniveau wordt overschreden enzovoort. Dus dat is een eerste laag. Ik probeer dat een beetje te schetsen. Hoe die alertheid dan eigenlijk is toegenomen en welke mechanismen daarvoor in stelling worden gebracht. Dan een tweede niveau is meer cultureel van aard. Hey, ik denk ook dat je kan zeggen dat we in een cultuur leven waarin, die indruk krijg ik alleszins als je naar populaire cultuur kijkt, naar films, naar Netflix-series enzovoort, heel vaak is de wereld aan het vergaan. Dat zie je, je kan heel gemakkelijk een aantal films oplijsten die apocalyptisch zijn, waarin een apocalyps staat te gebeuren of waarin mensen in een wereld nog proberen overleven die eigenlijk al die apocalypse heeft doorgemaakt enzovoort. Dat valt heel erg op. Dus we leven blijkbaar in een klimaat dat toch, een cultureel klimaat dat een beetje begaan is, gepreoccupeerd is met dat de wereld elk moment, bij wijze van spreken, in een soort cataclysme kan terechtkomen, dat plots alles anders kan worden. En heel vaak wat er dan de oorzaak is van het onheil is vaak een virus. Ik heb nu één affiche meegebracht van een film. Maar er zijn er tientallen waar de boosdoener een virus is. Dus we zijn ook eigenlijk wel heel erg begaan, blijkbaar, met het gevaar dat van virussen en ziekteverwekkers uitgaat. Verbonden daarmee leven we ook in een maatschappij die sociologen de risicomaatschappij hebben genoemd, de risicogezelschap. Ulrich Beck en Anthony Giddens zijn twee bekende sociologen. Die hebben de maatschappij beschreven als in toenemende mate bezig met risico. En in toenemende mate bezig met hoe kunnen we anticiperen op risico, hoe kunnen we de wereld ook in antwoord erop meer voorspelbaar maken. En dat heeft twee kanten, denk ik. Enerzijds is het zo, volgens die sociologen, dat risico's inderdaad zijn toegenomen op een bepaalde manier. Of misschien niet toegenomen, ik weet niet of het risico is toegenomen, maar we hebben er in toenemende mate geen greep meer op. Heel veel risico's zijn nu globale risico's. Die zoonose, een virus, is een virus dat overkomt je, dat komt van de andere kant van de wereld. Je hebt niet het gevoel dat je daar snel greep op hebt. Maar dat geldt ook voor terroristische bedreigingen, dat geldt ook voor de klimaatcrisis. Dat zijn risico's die geglobaliseerd zijn en daardoor bedreigender. Maar anderzijds is er ook een toegenomen hang, denk ik, om die risico's te beheersen. We zijn heel vaak bezig met trachten de wereld beheersbaar te maken, controle te verwerven. We doen dat ook, denk ik, als we onze kinderen opvoeden. We hebben ook als we onze kinderen opvoeden in toenemende mate
de neiging om te gaan detecteren of er ergens iets fout loopt met het niveau dat ze halen. Proberen monitoren wat er gebeurt met leesvaardigheden en luistervaardigheden enzovoort. En als er een probleem stelt, dan hebben we daar ook technische oplossingen voor. We hebben ook dan experts die ons bijstaan, die corrigeren enzovoort. Dus ook op dat niveau zijn we denk ik bezig met het beheersen van het risico. En dat hangt dan samen natuurlijk met onze toegenomen geloof in wetenschap, technologie en experts. Je hoort wel eens tegenwoordig dat het geloof in de wetenschap achteruit gaat. Persoonlijk denk ik dat dat niet klopt. Persoonlijk denk ik dat je op lange termijn, als je dat op lange termijn bekijkt, dat het gemak waarmee we ons lot in handen van experts leggen, is toegenomen. En dat je dat gezien hebt de voorbije 2 jaar, dat we dat ontstellend gemakkelijk doen. Dat is mijn lezing daarvan. En dat past dan denk ik in mijn ogen weer in een breder verhaal. Hè. Ik zet dan nog eens een stap chronologisch achteruit. Ik ga nog iets langere termijn bekijken. En dan zie je dat denk ik voor een groot stuk past in een groot vooruitgangsoptimisme. Het idee dat het inderdaad altijd beter kan. Hè, dat we die mortaliteitscurve, dat we erin zullen slagen om die nog verder naar beneden te krijgen. Dankzij technologie, dankzij wetenschap enzovoort. En dat is ook heel teleologisch, dat denken. We gaan ervan uit dat er in de toekomst een soort vluchtpunt bestaat waar we naar weg zijn. En dat vluchtpunt, daar zullen de dingen toch nog beter zijn dan het nu is. Ik denk dat dat een beetje het brede kader van het boek is. En voor een stuk klopt dat allemaal, denk ik. Want als je kijkt naar wat de wetenschap verwezenlijkt heeft, dan kan je ook natuurlijk niet ontkennen dat er heel veel succesverhalen zijn. En vooral ook in de medische wetenschap. En vooral binnen de medische wetenschap in het terugdringen van infectieziekten, dat is een heel groot succesverhaal te vertellen. Want het feit dat de levensverwachting die is toegenomen, gemiddeld van 40 jaar in halfweg de 19e eeuw tot meer dan 80 jaar nu. En dat heeft heel veel te maken met het terugdringen van infectieziekten. Dus dat succesverhaal is er wel. Maar het heeft een keerzijde. Mijn boek probeert aan te duiden dat ook een keerzijde heeft. En zoals ik daarnet zei, misschien zijn we nu op het punt beland dat duidelijk wordt dat er toch fundamentele vragen moeten gesteld worden bij de mate waarin we erin zullen slagen en de mate waarin het wenselijk is om op dat pad voortdurend verder te gaan. En die keerzijde wordt voor mij dan vertegenwoordigd door deze man, Michel Foucault, die het concept biopolitiek heeft, niet uitgevonden, maar wel populair gemaakt, tenminste onder een aantal onder intellectuelen toch, en breder, cultureel ook wel. En de biopolitiek, dat verwijst naar een politiek, een vorm van bestuur, die ook wortelt in de 19e eeuw volgens Foucault, gericht op de biologische en de demografische kenmerken van een bevolking. Echt gericht op de demografie van een bevolking. Hoe welvarend een land is, wordt heel erg uitgedrukt in hoe zijn de demografische parameters van een bevolking. En het beleid daarop richten. Dus de bevolking gezond maken in biologische zin. En in dat beleid, in die vorm van bestuur, worden vanaf de 19e eeuw experts en wetenschap steeds belangrijker. Het zijn statistici in de 19e eeuw die parameters in beeld brengen. Die dus gaan duidelijk maken hoe oud is de bevolking nu, hoe oud worden mensen gemiddeld, hoe is de gezondheid. En dat hangt dan weer samen met hoe productief is die bevolking. Er is ook een economische dimensie aan. En naast die statistici heb je dan medische wetenschappers. De 19e eeuw is ook de eeuw waarin dan de kiemtheorie wordt uitgevonden. Dus het idee dat ziektes worden veroorzaakt door een externe ziektemaker. Een ziektemaker extern aan de mens. Dat is ook in die periode dat wordt ontdekt. En dat is dan de basis voor de vaccinologie, de virologie, de epidemiologie enzovoort. Maar die verwevenheid tussen expertise, experts, wetenschap enerzijds en bestuur anderzijds wordt steeds sterker eigenlijk vanaf die 19e eeuw. Dat is het verhaal dat ik dan vertel. En dat zorgt zoals gezegd voor vooruitgang, maar dat zorgt ook voor een aantal dingen die we in de 19e eeuw, die we de laatste 2 jaar hebben gezien. En een van die elementen is denk ik dat er ook een soort vernauwing van de wetenschappelijke blik is ontstaan. Hè, die gezondheid is in die periode ook steeds meer gezien als een soort één-op-één relatie tussen het menselijke lichaam en een externe
vijand, bij wijze van spreken. We hebben in 2020, 2021 gesproken van we zijn in oorlog met een virus. Het virus als externe bedreiging. Dat wortelt daar ook in. En de moeilijkheid om dan nog te kijken naar wat betekent dat nu sociaal, wat betekent dat mentaal enzovoort. Dus die context, het feit dat we nu dat het nu zo moeilijk is om ook die factoren in beeld te brengen, wortelt ook in die periode. Dat heeft te maken met wetenschappelijke specialisatie enzovoort, maar ook met andere manieren om de relatie tussen mens en natuur te begrijpen. En een tweede element dat hier belangrijk is, is dat dat ook een heel sterke moralistische dimensie krijgt in die 19e eeuw. De 19e eeuw is ook de eeuw van de sanitaire, wat wij als historici de sanitaire revolutie noemen. De ontdekking van die ziektekiemen. In de 19e eeuw waren dat heel vaak watergedragen ziektekiemen. En in antwoord daarop zijn hygiënistische maatregelen genomen. In de infrastructuur, de rioleringen aangelegd. Water moest circuleren. Stromend water geïntroduceerd enzovoort. Dus het zijn allemaal dingen die heel goede effecten gesorteerd hebben en die wellicht veel meer effecten gesorteerd hebben nog dan vaccinatie vaak. Dat is toch een beetje de consensus in de literatuur. Maar die komen met een heel sterke disciplinerende component ook. Dit is ook de periode waarin mensen dan moeten leren hun handen wassen en hun huizen verluchten en waarin de experts eigenlijk de private woning binnendringen en dan vooral de private woning van armere mensen, van lagere sociale groepen binnendringen, om hen te leren hoe ze gezond moeten leven. Later wordt dat in de 20e eeuw raakt dat steeds meer geïnstitutionaliseerd. Dan krijg je gezondheidsinspecties op school, kind en gezin die op bezoek komt als je met jonge ouders. En dat wortelt eigenlijk een beetje vanuit dezelfde dynamiek van ja, we moeten mensen leren hoe ze hygiënisch en gezond moeten leven. Dus daar is een sterke moralistische component. En dat kadert voor mij dan in een breder verhaal over technocratie en medicalisering ook. Ik kan daar niet dieper op ingaan gezien de tijd, maar dat is voor mij dan toch weer een beetje het bredere kader. En dit is dan mijn laatste slide. Dat verhaal dat heeft voor mij dan een aantal consequenties voor het debat. Voor mij wil dat dan wel zeggen dat de kritiek op het pandemiebeleid die er in het begin bijvoorbeeld was, nu is het debat eigenlijk heel moeilijk geworden en zijn we eigenlijk nog verder van een gezond debat af dan we in voorjaar 2020 waren, denk ik. Maar ik denk dat veel van die kritiek in mijn ogen was dus wel legitiem. Ik denk dat je vanuit mijn perspectief moet zeggen het is natuurlijk een bredere maatschappijkritiek, het is geen kritiek alleen strikt genomen op specifieke beleidsdaden. Het is gekaderd in een bredere maatschappijkritiek, maar als je een beetje uitzoomt, denk ik dat veel van die kritiek wel degelijk legitiem was en dat het verdiende om ernstiger genomen te worden vanuit mijn oogpunt. Ik denk ook dat het duidelijk maakt dat wetenschap niet neutraal en objectief is, maar altijd verweven is, en dat is wellicht iets dat we zelfs in het debat kunnen aanraken. Ik ga daar ook bijvoorbeeld over in discussie met Patrick dan. Ik denk dat er veel te snel van wordt uitgegaan dat wetenschap neutrale, objectieve data en gegevens aanlevert. Ik denk niet dat het zo eenvoudig is en dat wetenschap bij voorbaat verweven is met die bestuurslogica's waar ik het daarnet over had. Michel Foucault heeft bijvoorbeeld ook gezegd, de evolutieleer, dat kan je niet loszien van racisme, 19e-eeuws racisme. Dat is er sterk mee verweven. Bruno Latour, een wetenschapssocioloog die ik in mijn boek gebruik, die heeft aangetoond dat die focus op dat virus als geïsoleerde ziekte maken, dat hangt samen met een breder denken over de relatie tussen mens en natuur. In de 19e eeuw krijg je ook een denken over de relatie tussen mens en natuur, waarin de mens tegenover de natuur staat. Geen deel uitmaakt van de natuur, maar tegenover de natuur. En dan krijg je die dynamiek van, dat virus is een externe vijand en we moeten dat ook behandelen als een externe vijand. En wat doe je dan? Je afschermen, isoleren. Mondmaskers, handenmasken en zo. Heel veel van die maatregelen die we genomen hebben, gaan daar eigenlijk, denk ik, een beetje op terug. Derde element is
Die idee van solidariteit, hè, dat is een centraal concept geweest. Dat we moeten solidair zijn voor elkaar. Hoe ben je solidair? Ja, door de viruscirculatie te bedwingen. En dat is voorgesteld als een... heel vaak was het zo dat als je daar dan tegenin ging, als je het niet eens was, dan werd je gezien als niet solidair. Je was dan een egoïst, je was individualistisch, je was libertair, enzovoort. Ook dat is denk ik te eenvoudig, omdat je ook solidair kon zijn, maar met een ander, vanuit een ander wereldbeeld. Je was solidair met een ander welzijn, maatschappelijk welzijn voor ogen, een maatschappelijk welzijn waar mentaal welzijn belangrijker was, waar je misschien meer naar de lange termijn keek en minder naar de korte termijn. Het is niet per definitie zo dat je, als je kritisch was, dat je natuurlijk niet solidair wilde zijn. De vraag was eerder, waar ben je solidair mee en waartoe ben je solidair? Wat is de ideale samenleving die je voor ogen hebt? En daar ga ik een beetje een discussie op met een stelling van Patrick, waar Patrick zegt... een overheid kan heel erg zich veroorloven van in te grijpen in de vrijheden van mensen, in grondrechten van mensen, in vrijheden van mensen, zodra de vrijheid schade begint te brokken aan andere mensen. En dat klinkt dan logisch, denk ik, dat je als overheid inderdaad ter bescherming van andere mensen een vrijheidsbeperkende maatregel kan opleggen. Maar dat veronderstelt wel natuurlijk dat je het eens bent over wat de schade is en welke schade het belangrijkste is. Zodra je een ander wereldbeeld hebt en je zegt van ja, maar nee, de schade die ik zie is helemaal anders, dan heb je natuurlijk geen grond meer om die vrijheidsmaatregelen van overheidswegen op te leggen. Want dan ben je een bepaald wereldbeeld, denk ik, aan het opleggen aan mensen die met dat wereldbeeld het niet eens zijn. En dan het laatste puntje, en daar... had er daar verband mee. Ik denk dat vanuit dat perspectief dat er nood is aan... Ja, wat zijn dan de fundamentele rechten die daar worden geschonden of niet worden geschonden, als je een ander oordeel hebt natuurlijk. Daar is heel weinig over gedebatteerd, denk ik. Daar is heel weinig over gereflecteerd. En ik denk dat we daar echt aan toe zijn. Hè. Van, als je enerzijds, als je zegt... Ja, recht op leven, dat is een grondrecht dat is ingeroepen. Dat zie je ook heel vaak in belangrijke charters. Zie je. Dat wordt gesproken van het recht op leven. En dat is een recht dat op de verlichting teruggaat. En op John Locke gaat dat concreet heel vaak terug. Right to life and liberty enzovoort. Maar John Locke die heeft dat geformuleerd in een context... waarin hij eigenlijk ageert tegen een overheid die arbitrair in kan grijpen op jouw leven. Hè. Dat was tegen een absolutistische context en waar je als vorst heel verregaande maatregelen kon treffen die de lichamelijke integriteit van mensen schonden. En eigenlijk ging John Locke zijn idee van recht op leven was een antwoord op een overheid die daar veel te ver in kon ingrijpen en veel te arbitrair in kon ingrijpen. Dus als je teruggaat op de verlichting, moet je eigenlijk zeggen dat John Locke aan de kant van de critici stond en niet aan de kant van de mensen die het recht op leven hebben ingeroepen om verregaande lockdownmaatregelen uit te vaardigen. Daar kan je allemaal over discussiëren natuurlijk. Hè. Dat is de bedoeling van het boek, dat daar debat over kan zijn. En dan om af te sluiten, wil ik eindigen met een anekdote misschien. De eerste opinie die ik in maart 2020 de wereld heb ingestuurd en de Standaard, die lokte hevige reacties uit. En een van de moeilijkste de kritieken die mij het meest zijn bijgebleven en die ook het moeilijkst waren in het begin voor mij om een antwoord op te vinden, dat was eigenlijk de kritiek, zou je hetzelfde kunnen durven vertellen over het klimaat en die problematiek? Dat was, zo heb ik een aantal mails bewaard. En dat was moeilijk. Mijn eerste antwoord was daar ja, dat het klimaat toch een andere kwestie is, omdat je natuurlijk van een virus kan je verwachten, hè, dat komt, daar richt schade aan, maar automatisch komt er een nieuw evenwicht. Hè, of je daar nu dan heel met overheidsmaatregelen erg op reageert of niet,
Er ontstaat een nieuw evenwicht. En dat kan natuurlijk met veel schade en veel ellende gepaard gaan enzovoort. Maar de klimaatproblematiek lijkt juist in toenemende mate naar een verstoring te gaan. Er wordt gesproken van tipping points enzovoort. Dus de onvoorspelbaarheid lijkt me daar dan veel groter nog. Dat was mijn eerste verdedigingslinie, zeg maar, tegen de kritiek van zou je hetzelfde durven zeggen over die klimaatproblematiek. Maar nu, ondertussen heb ik er wat verder over nagedacht en is mijn standpunt eerder de manier waarop de technieken en de methoden en de mechanismen waarmee we het virus hebben bestreden, zijn voor een groot stuk dezelfde als de mechanismen die een bedreiging zijn voor het klimaat. Technocratie, wij denken heel gemakkelijk dat technologie het probleem zal oplossen, wat denk ik niet het geval is. En als je dat historisch bekijkt, dan moet je denk ik ook toegeven dat technologische uitvindingen, dingen die ooit briljante uitvindingen leken in een bepaald historisch tijdsgewricht, zoveel onbedoelde gevolgen hebben dat ze nu eigenlijk aan de oorsprong liggen van ecologische problemen en de klimaatproblematiek. Dus mijn laatste, het hoofdstuk waar alles dan een beetje samenkomt, is verdedigd de stelling dat waarschijnlijk de mechanismen waarmee we nu het virus hebben bestreden eigenlijk dezelfde zijn als de mechanismen die misschien voor ecologische problemen zorgen. Of die alleszins beletten dat we op een andere manier over die ecologische problematiek gaan nadenken. Hè? Want het is ook een beetje te gemakkelijk en te comfortabel, denk ik, om ook wat die problematiek betreft, om ervan uit te gaan dat technologie ons wel zal redden. Ik denk dat dat niet het geval is, eerlijk gezegd. Voilà, dat was het voorlopig. I rest my case tot hier. En dit zijn een beetje de stellingen. Ik denk dat het niet slecht is om die te projecteren. Ik weet het niet. Waar we nu, dat zijn de stellingen die ik dan uit mijn verhaal heb gedistilleerd. En waar we het min of meer over eens waren, dat dat misschien een goede basis zou kunnen zijn om over te discussiëren. Dus ik stel voor dat we dat nu maar gaan doen. Dat jullie goed vinden. Dank u voor de aandacht. Eerste onderdeel van het debat. Wie zit er zonder micro? We gaan uiteraard delen. Ook van mijnentwege, iedereen welkom. Ik hoop dat we een interessant debat gaan kunnen hebben. En misschien als inleidende vraag, mevrouw Vliegen, ik ga bij u beginnen. U hebt echt wel in de cockpit gezeten van deze crisis, heel veel zaken van dichtbij meegemaakt, zelf mee beslissingen moeten nemen. Wanneer we dan zo'n debat voeren zoals nu, wanneer er dan een boek geschreven wordt zoals meneer De Munk het heeft geschreven en zijn inleiding nu, hoe komt dat bij u binnen? Wel, nu goed en interessant. Zoals ik net zei, ik zal misschien eerst een paar weken geleden terugspoelen toen ik de vraag van Bert kreeg. Dan heb ik dat toch even laten bezinken en gedacht, heb ik daar nu zin en energie voor om mij terug in een debat te storten? Maar tegelijkertijd dacht ik, ja, als wij dat onder collega's, academici, niet kunnen doen, een goed debat, als we dat al niet kunnen doen, dan zijn we echt niet goed bezig. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is. De tijd daarvoor is nu misschien een goed moment. Met wat afstand, met minder hete adems in onze nek. Met wat minder urgentie, met een meer bandbreedte in de hersenen. Met wat meer slaap op de teller ook. Maar vooral ook, denk ik, met een goed gestoffeerd boek. Ik vind dat heel belangrijk om uit te zoomen. Dat is superbelangrijk, want al te vaak
was het debat vaak een welis niet. Het is enorm zwart-wit geroep, waar dat ik mij eigenlijk redelijk snel aan ontrokken heb, omdat ik dacht, ja, hier heb ik nu geen tijd voor om dit soort geroep de hele tijd te doen. Dus ik ben blij dat dat nu gevoerd wordt. Dat is al positief om mee te starten. Meneer De Munke, u hoorde het net ook zeggen, dat uitzoomen, dat hebt u echt wel nodig gehad om dit boek te kunnen schrijven. Hoe belangrijk vindt u het feit dat u verder afstand hebt genomen en dat in een groter kader bent gaan plaatsen en dat u uitgezoomd hebt? Ja, voor mij is dat denk ik vanzelfsprekend. Ik ben historicus en dan ga je automatisch die stap achteruit zetten, denk ik. Dus voor mij was dat een beetje een vanzelfsprekende reactie. En ik vond heel vroeg dat te weinig gebeurde. Dat was eigenlijk het buikgevoel dat ik snel had in het voorjaar 2020. Dat we er te weinig in slaagden om die stap achteruit te zetten. En ik denk dat niet alleen historici die plicht hebben, maar ik denk ook dat filosofen bijvoorbeeld dat meer hadden kunnen doen. Ik heb dat echt gemist van in het begin. Maar ik zeg het, voor een historicus is dat misschien niet zo. Ja, je probeert altijd meteen te kijken naar welk grote verhaal dit past, in welk breder pad zoiets, op welk pad dat eigenlijk plaatsvindt enzovoort. Ja. Meneer Lobuik, filosofen worden net genoemd. Te veel gezwegen de afgelopen jaren als filosoof? Dat denk ik niet in mijn geval. Maar de manier waarop ik naar deze pandemie heb gekeken is als politiek filosoof, en Bert heeft er daarnet ook al naar verwezen, een van de vragen die een politiek filosoof stelt is in welke mate mag een democratische rechtsstaat, kan een democratische rechtsstaat, vrijheden van mensen beperken, wanneer we met elkaars vrijheden botsen. En in het begin dacht ik, als politiek filosoof en moraalfilosoof, helemaal uit die crisis te kunnen blijven. En een beetje, ik dacht, het is nu aan de collega's van de andere faculteiten om wat publiek debat te voeren. Maar al heel snel bleek dat er toch heel wat thema's waren waar ik toch op kon worden aangesproken en die toch interessant waren. En dat gaat dan over de inderdaad legitimiteit van maatregelen, van vrijheidsbeperkingen, maar het gaat ook over democratie, over solidariteit, over kritisch denken, dit soort dingen. En goed, ik heb op mijn manier toch proberen ook mijn steentje bij te dragen. Ik was actief in de discussies, de vele, vele discussies die we ook gevoerd hebben in het Raadgevend Comité voor Bioethiek. En dat ging over vaccinatievolgorde, over covid-safety kits, en ook over prioriteit van zorg enzovoort. Dus we hebben daar heel wat werk rond geregeld. Maar, geleverd. Maar ook het publiek debat. Ik denk niet dat ik stil heb gezeten. Bert weet dat ook. Het is zijn eerste opiniestuk waar hij naar verwees. We zijn eigenlijk bijna onmiddellijk dan ook in een mailgesprekje terechtgekomen. En ik heb je daar ook gezegd, maar ik zal daar ook waarschijnlijk op reageren. En ik vond dat wel interessant om te zien, en dat blijft tot op vandaag interessant, dat de mensen die met, laten we zeggen, de mensen die met Foucault onder de arm de discussie zijn binnengewandeld over corona, die hebben toch anders naar de crisis gekeken dan de mensen die, meer zoals ik, met John Stuart Mill en John Rawls onder de arm, naar de crisis, de discussie rond de crisis zijn binnengestapt. Waarbij ik meer een poging heb gedaan, ook in het boekje dat ik heb geschreven trouwens, ik heb niet gezwegen, ik heb ook een boek geschreven zelfs daarover, toch geprobeerd heb ook om de legitimiteit en de moraliteit, de morele logica die achter de maatregelen zat, te proberen, om die te proberen te expliciteren, had ik de indruk dat de mensen die met Foucault onder de arm de discussie kwam binnengewandeld, veel eer geneigd waren om te gaan bekijken hoe kunnen we die maatregelen verdacht maken. En op bepaalde momenten in de crisis was dat misschien niet altijd even gepast was daar misschien niet altijd evenveel ruimte voor om die discussie te voeren, omdat je in een crisis zit. En omdat het dan heel erg spannend is. En een tweede element ook, omdat, ja, ik weet niet hoe dat dan precies gelopen is, die stem gekaapt is of jullie zelf een beetje in die richting gegaan zijn, toch geassocieerd werden met groepen mensen waar ik me dan liever toch wat verder af van houd. Ik weet dat, en dan gaan de wegen wat uit elkaar. Ik ben ook voor brede discussie en
en democratie is georganiseerd meningsverschil. Maar op een bepaald moment heb ik wel gezien dat mensen die vanuit de Foucault-hoek binnenkwamen, niet bang waren precies om cijfers die dan toch van eigen iedereen wel wist, dat zijn niet echt de juiste cijfers, maar die dan bijna als actiemiddel tegen die andere cijfers zou gaan zetten. Ik herinner me dat je dat bijvoorbeeld op sociale media een paar keer hebt gedaan, waarvan ik dan dacht, ja, dat gaat voor mij dan als academicus wel ver. Hè, dat je dan zo ver gaat om de discussie te bevorderen, dat je krediet geeft of legitimiteit geeft aan stellingen of aan cijfers die toch heel erg bediscussieerbaar zijn. Misschien dan even stilstaan bij het feit dat in die discussies die er gevoerd zijn tijdens de crisis en die inderdaad vaak ook te maken hadden met verdachtmakingen, met het in vraag stellen, maar op een verkeerde manier, van de genomen maatregelen. Maar kunnen we dan nu, als we erop terugkijken, stilstaan bij het feit dat er toch een behoorlijke focus was op het biologische, dat we gefocust waren op een breder welzijn in een korte termijnsgedachte en dat op die manier de langere termijn misschien wat vergeten werd en dat het nu echt wel tijd is om daar toch eens naar te kijken. En meneer De Bunk, u raakt dat aan in uw boek. Wat denkt u daar zelf over? Ja, ik ben een beetje verbaasd over die cijferopmerking, omdat ik, voor zover ik weet, geen... Ik heb heel veel in de pers gebracht, ik heb heel veel op sociale media gebracht, maar ik denk niet dat ik ooit foute cijfers heb gebracht. Ik denk dat ik heb niks moeten, nog tot dusver niks moeten terugtrekken van alles wat ik gezegd en gepost heb. Dus dat eerst. En twee, wat je zegt van... verdacht maken. Je gebruikt de term verdacht maken. Wat voor mij het verschil is, is maatschappijkritiek. Dat is niet hetzelfde als verdacht maken, natuurlijk. In mijn oogpunt heb ik anders niet geprobeerd dan vanuit een kritische benadering te reflecteren over wat er precies aan het gebeuren was. En wat verdacht is gemaakt, is natuurlijk die kritiek. Die is verdacht gemaakt. En nu begrijp ik natuurlijk... Nu is de situatie zodanig gepolariseerd dat er bijna tussen... Ja, met een aantal groepen nauwelijks nog een gesprek mogelijk is. Het zijn twee parallele universums geworden. Maar dat was in het begin zeker niet het geval. De eerste kritiek, die onder meer van Leven Annemans en van Matthias de Smet kwam, dat was voor mij ook legitieme... maatschappijkritiek. Kritiek op wat er precies aan het... En het zijn natuurlijk die mensen die verdacht zijn gemaakt. En wat je nu ziet als je het over cijfer hebt, is dat zij voor een stuk gelijk hebben gekregen. Er zijn... In het begin werd er gesproken vooral over neveneffecten. Dat was de voornaamste kritiek die werd gegeven. Je mag inderdaad niet te fel op dat biologische alleen focussen, want ondertussen richt je andere schade aan. Schade aan de mentale gezondheid van jongeren, schade aan de leercurve van jongeren enzovoort. En nu de laatste maanden zijn er vanuit een aantal hoeken, zowel in België als in Nederland, bij de UNICEF, UNESCO, er zijn verschillende rapporten verschenen waarin zwart op wit wordt gezegd dat de mentale schade aan jongeren heel erg groot is en te wijten aan de coronamaatregelen. Er zijn rapporten over leerachterstand, waarvan wordt gezegd dat is te wijten aan die schoolsluitingen. Dat is onomkeerbaar. Die leerlingen halen dat niet in. En het is heel erg gekoppeld aan kwetsbaarheden van jongeren die er al waren. Dus het is heel erg gekoppeld aan feit versterkt sociale ongelijkheden. Dus maar, mevrouw Vliegen, ik zie u heel sterk reageren. Ja, ik wil toch even ook... een paar zaken mee in het debat gooien. Ten eerste over ja, wat is schade, hè, over een, wat is korte termijn en wat is lange termijn. Ik denk dat het niet helemaal juist is om te zeggen korte termijn, dat is alleen maar biologisch, virologisch en fysieke gezondheid en lange termijn was mentale gezondheid. Nee, mentale gezondheid was ook in de korte termijn superbelangrijk.
En dat ging in verschillende richtingen. Elke keer als er een nieuwe golf kwam of als de zorg onder druk kwam te staan, was er ook heel veel mentale impact. En daarmee wil ik bedoelen, ik denk, en dat mis ik, heb ik ook wel wat gemist in de lezing van het boek, maar ik heb het nog niet allemaal uit, dus misschien komt het nog. Ik mis wel ergens het naar waarde schatten van de ook mentale impact van een zorgsysteem dat zo onder druk staat dat je normale zorg eigenlijk voor een groot stuk niet meer kan doorgaan. Dat is één ding, denk ik. Anderzijds, de lange termijn is natuurlijk inderdaad mentale gezondheid. We weten dat is iets, dat is zoals stroop, dat heeft een eigen viscositeit en dat gaat veel trager. Dus je ziet dat ook veel trager komen. En dat blijft ook veel langer, dat is juist. Maar lange termijn is ook medisch. Tot op de dag van vandaag en voor de maanden die gaan komen, is de zorg in alle mogelijke facetten nog altijd niet normaal. En dan is de eeuwige discussie, is dat dan de schuld van de maatregelen of is dat de schuld van de pandemie in zijn geheel? Ik denk dat we daar ook heel kritisch moeten benaderen, dat is één ding. En ik denk in heel dat debat, wat een van de moeilijke punten is altijd, ja, wat is de counterfactual? Wat als er niks was gebeurd? Als er zero maatregelen waren gebeurd? Daar kun je heel veel veronderstellingen over maken. En ik denk dat ook dat is een onderwerp dat je zo objectief en zo neutraal mogelijk moet proberen te benaderen, proberen te berekenen enzovoort. We hebben wel een aantal counterfactuals uit landen waar heel weinig maatregelen zijn gebeurd, die dramatisch zijn verlopen. In andere plaatsen die minder dramatisch zijn verlopen. Dus daar is echt voorwerp van zorgvuldige analyse, denk ik. Maar dat zijn allemaal zaken die je mee in rekening moet brengen. En dus het is zeker niet zo dat we bijvoorbeeld in heel dat debat over die scholen, dat we al die argumenten niet hebben mee op de tafel gelegd. Die afweging van ja, hoe houden we die zorg overeind, maar hoe beïnvloeden we zo weinig mogelijk het leerproces? Die afweging is wel degelijk altijd gemaakt. Of dat succesvol en goed geweest is, dat is een debat op zich. Maar ik denk dat we toch minder gepolariseerd moeten zitten. En dan een laatste punt over de verdachtmakingen. Ik hou niet van kritiek ad hominem, maar ik wil toch een kleine toelichting geven over de discussies die ik gehad heb met Lieve Annemans. De fundamentele maatschappijkritiek, daar kon ik mij, hij heeft terecht en legitiem welzijn en mentaal welzijn op de agenda gezet. Maar tegelijkertijd koppelde hij dat aan een minimaliseren van een golf die op dat moment aan het beginnen was. En dat is week na week gebeurd. Dat was een hele moeilijke discussie. Dat was elke week dat hij zei, nee, maar Erika, er is geen golf. Je zult wel zien, er komt geen golf. En de week nadien zei ik, maar lieve, de cijfers gaan echt omhoog. Dat is niet alleen meer mensen die worden getest. En week na week zei ik, zeg, ja, en nu komen er ook meer mensen in het ziekenhuis binnen. Mijn dienst ligt ondertussen al vol. Ja, maar die hebben misschien geen echte COVID. Ik zeg, jawel, die hebben allemaal dezelfde symptomen. En de week nadien lag onze intensieve vol. Ja, en toen zei hij, ja, maar ik ben verkeerd begrepen. Dat punt en dat stuk vond ik zeer moeilijk en dat bezoedelt een beetje het debat. Want op den duur is het of dat je ofwel zeide voor de intensieve ofwel zeide voor de mentale gezondheid. En dat is onzin natuurlijk, dat is allemaal gezondheid. Meneer Lobak, als u daar nu naar kijkt, van vindt u dat de overheid op dat moment te veel of te weinig heeft ingedrongen in het private leven en die maatregelen? Want ja, we hebben die hele discussie inderdaad, enerzijds, ja, en ik wil niet graag zozeer enerzijds anderzijds gaan praten, maar ja, je hebt mensen die inderdaad geminimaliseerd hebben. Op het moment zelf, heeft de overheid dan voldoende voorzichtigheid aan de dag gelegd of hadden ze anders moeten ernaar kijken op dat moment? Wel, in de eerste golf was er natuurlijk het probleem dat we op dat moment heel weinig wisten. Hè, dat we plots met een crisissituatie geconfronteerd werden, waarvan we de gevolgen zagen onder meer in Italië.
En we eigenlijk niet heel goed wisten. We wisten niet hoe dat virus zich verspreidde. We wisten niet welke rol had in het verspreiden enzovoort. En dan is men op de rem gaan staan en heeft men drastische maatregelen ingevoerd, waarvan ik nog altijd denk dat achteraf gezien ze ongenuanceerd en niet altijd evenwichtig waren. Maar waar ik met een zekere mildheid wel naar kijk, omdat politici op dat moment en experts op dat moment vanuit een soort van voorzorgsprincipe maatregelen hebben genomen in functie van de volksgezondheid. Iets waar onze overheid eigenlijk toe verplicht is, ook grondwettelijk, artikel 23, denk ik, van de grondwet, zegt ja, dat de overheid de taak heeft, dat is een van de sociale rechten, om de volksgezondheid ook mee te beschermen. Dus dat de overheid daar maatregelen heeft genomen, is denk ik legitiem. Of dat dan in alle details evenwichtig was enzovoort en proportioneel was, dat denk ik niet, zeker niet bij de eerste lockdown. Maar nogmaals, het is nu makkelijk om te zeggen dat was niet proportioneel, omdat we nu veel meer weten over dat virus. Op dat moment wisten we dat niet. We hebben ook gezien dat de andere lockdowns op bepaalde punten anders waren dan die eerste lockdown, omdat we op dat punt meer wisten. Maar de overheid heeft natuurlijk ook altijd voor een moeilijke oefening gestaan, omdat wat de bedoeling was om menselijk gedrag te sturen. Ik denk dat ik daar ook, als ik je boek lees, Bert, een beetje... Misschien hebben we daar een ander mensbeeld over of zo. Jij gaat er vrij makkelijk... Of jij denkt, of je schrijft ergens ook van... Ja, die solidariteit en eventueel ook gedragsverandering, die zal wel vanzelf komen. Hè. Mensen kunnen positief... En je verwijst naar de barmhartige Samaritaan en naar wie je nog verwijst op dat punt. Dan denk ik, als het echt crisis is en erop aankomt, dan denk ik dat we dwingende maatregelen nodig hebben, omdat ja, je geconfronteerd wordt met wat men dan noemt het sociaal dilemma in de speltheorie, waarbij ja, we zeggen bijvoorbeeld ook niet, ja, we vinden belastingen noodzakelijk dat iedereen zijn belastingen betaalt, maar we gaan dat aan de goodwill van de mensen overlaten. Hè. Of we hebben allerlei verkeersregels om het spel goed te laten verlopen. We gaan dat aan de goodwill van de mensen overlaten. Nee, we gaan daar redelijk dwingend in zijn, hè, omdat anders we in een soort van chaos terechtkomen, omdat niet iedereen die regels gaat volgen of niet iedereen voldoende incentives zal hebben. Dus ik denk dat het legitiem is op een bepaald moment dat de overheid ingrijpt en ook op een dwingende manier. En ik zie dat je hebt daar altijd twijfels bij gehad. Hè. Je vond dat de overheid, en dan verwijs je denk ik ook meer naar dat Zweedse model, dat je meer moet geloven in het feit dat mensen dat vanzelf gaan doen enzovoort. Ik schat dat iets anders in. Ja, meneer De Munck, u schat dat inderdaad duidelijk anders in. U rekent meer op het gezond verstand van iedereen. Ja, ja. Ja, ik kom daar direct op. Maar ik wil ook eerst nog terug over de discussie over dat mensen zich dan vergissen. Dat klopt. Vermoedelijk heeft Lieve Annemans, je hebt die discussies natuurlijk veel meer van dichtbij gevoerd dan ikzelf, zich vergist hebben. Maar er zijn natuurlijk ook aan de andere zijde heel veel vergissingen gebeurd. We zijn begonnen met het idee dat ontsmetten en handen wassen enzovoort belangrijk was. Het heeft ongeveer een half jaar geduurd voordat uiteindelijk officieel werd toegegeven van ja, nee, aerosolen zijn belangrijk en moet je daarop letten. Er zijn heel veel vergissingen gebeurd. De verwarringen beginnen over vaccins, of die dan de besmettingen zouden tegenhouden of niet. Dat is ook heel lang mistgespuit. Dus de vergissingen zijn er aan beide kanten geweest. En er is natuurlijk altijd maar één kant die zich daar heeft voor verantwoorden. Dat is ook een... Maar het handenwassen is geen vergissing. Dat was, men wist het toen niet. Hè? Dus je zit dan op een moment dat je niet weet hoe het virus zich verspreidt en dat je een bepaald... we hebben dan inderdaad karretjes gepoetst enzovoort. Achteraf gezien was dat niet nodig. Maar dat was geen vergissing. Hè? Dat was ook... Ja, dat hangt ervan af. Waar er wel evidentie voor was toen. Hè? Ja. Ik vind dat toch nog een beetje... Er is heel lang ontkend dat aerosolen heel erg belangrijk waren. En dat is ook een vergissing geweest die ook kan tellen, denk ik. Dus dat moeten we... Wacht, ik ga eerst mijn aantal andere punten afwerken. Ik heb een lijstje. Ten tweede, wat belangrijk is, denk ik, is die counterfactual. Inderdaad, wat zou er gebeurd zijn
als er geen ingrepen zouden geweest zijn. En daar zit ik op te wachten, op die discussie. En die moeten we dringend voeren, denk ik. En ik denk ook dat daaruit zal blijken, de laatste reviews die ik heb gezien, die relativeren de effecten van lockdownmaatregelen heel erg. Meestal komen die tot de vaststelling nauwelijks een effect meetbaar. Dus die discussie moeten we ook voeren, denk ik. Want we zijn heel erg ervan uitgegaan altijd dat het heel erg nodig was, dat er anders de curve door het dak zou zijn gegaan, enzovoort. Maar voor zover we nu kunnen zeggen, was het effect, de baten van de lockdownmaatregelen waren heel klein. Het laatste woord is daar waarschijnlijk niet over gezegd, maar voor mij gaat de literatuur nu wel heel sterk in die richting. Dan de idee, ik ben het helemaal akkoord dat in een crisissituatie, maart 2020, dat je dan heel erg preventief reageert, hè, dat je stevig ingrijpt, geen enkel probleem daarmee. Maar de ergste dingen zijn natuurlijk daarna gebeurd, in mijn ogen. Het COVID-safe-ticket is een aanfluiting in mijn ogen van wat in een rechtsstaat mogelijk zou mogen zijn. En dat is natuurlijk veel later gebeurd. Zelfs op het moment, dat is op het moment ingevoerd dat duidelijk werd dat het wel persoonlijke bescherming biedt, het vaccin, maar dat het de viruscirculatie niet erg zou verminderen. En op dat moment is het COVID-safe-ticket ingevoerd, is er een onderscheid gemaakt tussen burgers die er nog bij worden en burgers die er niet meer bij worden. Dus de ergste dingen zijn eigenlijk na de eerste crisis gebeurd. En dat vind ik eigenlijk een groter probleem dan die crisismaatregelen in maart, april 2020. En aan de burgers, daar heb je helemaal gelijk in. Ik denk dat als je wil dat mensen volwassen omgaan met een crisissituatie, dat je hen als volwassenen moet behandelen. En dat is aanbevelingen geven, informatie geven, waarschuwen en er dan vanuit gaan dat ze inderdaad het goede zullen doen. En ik denk dat de Zweedse casus voor een stuk inderdaad bewijst dat dat werkt, want daar hebben ze op burgerzin voor een groot stuk gerekend. En ook daar geven volgens mij de cijfers na 2 jaar de Zweden geen ongelijk, denk ik. Mevrouw Vliegen, het woord vergissingen, dat valt dan in één keer wel zwaar natuurlijk. Als we dat vergelijken met voortschrijdend inzicht, / vergissingen. Nee, allee, dat is niet het punt. Natuurlijk hebben op veel punten zijn onze inschattingen te veel of te weinig geweest op verschillende momenten, absoluut. En of dat dan vergissingen of voortschrijdend inzicht noemt, dat is voor mij een taalspelletje. Dat is het punt niet. Maar het is wel zo, en je weet dat natuurlijk, hè, je vaart enigszins blind, in het begin heel erg blind, en dan altijd maar minder en minder. En tot op de dag van vandaag, niemand van ons weet nog altijd niet wat dat er voor ons ligt, hoe dat volgende winter of de volgende jaren gaan verlopen. We weten dat niet goed, dus je probeert altijd maar de beste begrip te maken van de combinatie van gegevens die je hebt. Maar tegelijkertijd moet je natuurlijk ook wel de impact inschatten van het advies dat je geeft. En zeker op het moment, bijvoorbeeld over die tweede golf, dat is voor mij echt ook dat was een enorm frustrerend moment, want wij zagen die aankomen, wij hebben daar verschillende malen voor gewaarschuwd, dat werd in de wind geslagen, dat werd geminimaliseerd. En dan ineens was die daar, maar die kwam niet ineens, die was daar al een hele tijd. En dat is eigenlijk in mijn perceptie de zwaarste golf geweest. Niet zozeer hier in Vlaanderen, maar zeker ook in Luik. Daar zijn ook op ethisch vlak afschuwelijke dingen gebeurd. Daar is echt zo de eerste keer dat het systeem compleet vol zat, dat er drama's gebeurd zijn voor bedden. Daar is echt de kiem gelegd voor heel veel zorgverleners die zeiden van dit gaat niet meer. Dus ja, dat is niet niks. En als ik dan, in all due respect, als ik dan moet kiezen tussen 5 maanden te lang de karkens van de lijst ontsmetten, of dat, ja, dan weet ik wel wat ik kies. Ik trek het een beetje op flessen. Want natuurlijk zijn er heel veel zaken
in ons begrip die geëvolueerd zijn. Over die aerosolen, wel, je zegt dat, hè, dat is heel lang dat we dat ontkend hebben. Ik ben daar niet zeker van. Wat wel is, we hebben heel lang gedacht dat het vooral grote druppels waren, afstand, en dat je dat met maskers kon tegenhouden. En eigenlijk al redelijk vroeg, maart, april, waren er al eerste rapporten van experimentele studies in kleine, nauwe ruimtes over mijn vermoeden van aerogene transmissie. Maar we waren niet zeker hoe belangrijk is dat. Is dat, ook als, dat is net zoals dat we dat nu met monkeypox bijvoorbeeld weten, we dat eigenlijk ook niet goed. En ja, hoe weet je wat de dominante transmissieroute is van een virus? Dat weten we ook alleen maar door veel meer grootschalig niet. En dan is heel de discussie gekomen van maskers of geen maskers en wat is de waarde of de onwaarde van maskers op grote schaal en ventilatie, ja, maar dat was altijd, ja, dat is makkelijk gezegd, hè. Zet de raam open, maar dat, ik bedoel, echt efficiënte ventilatie, dat is werk van jaar. Dat we daar veel te traag zijn geweest om die evidentie of dat vermoeden om daar luider op tafel te leggen en daar sneller aandacht voor te vragen, ja, dat is wel absoluut zo. Andere zaken zijn echt geëvolueerd naarmate dat het virus geëvolueerd is, zoals de rol van kinderen, die aanvankelijk ook veel minder groot was dan later. Dus ja, en dat werd allemaal op een hoop gegooid van, zie je het wel, ze weten het niet. Nee, dat is wel degelijk ook voortschrijdend inzicht. En je moet langs twee kanten kunnen zeggen, ik heb mijn mening bijgesteld, het is waar, ik heb toen dat gezegd, maar dat is niet bevestigd door het vervolg. Dus... Maar is dat misschien net te weinig gezegd geweest door de wetenschappers op dat moment? We weten het niet. Of we wisten het toen nog niet helemaal? Ik weet niet, maar iemand moet misschien toch ook wel eens onze interviews af en toe screenen. Ik denk dat daar heel vaak toch ook wel in gezegd werd, eigenlijk weten we het niet goed, maar we denken dat... Allee, ik denk echt wel dat we ook die fundamentele twijfel geprobeerd hebben van over te brengen. Maar natuurlijk, je zit wel in een crisis en je moet wel op een bepaald moment dan iets beslissen. Hè. Net zoals dat, als er een patiënt binnenkomt met een heel vreemde set van symptomen, dan kan ik ook wel gedurende uren zeggen, ja, we weten het niet. Maar op het einde van de rit, als die patiënt kritiek ziek is, dan ga ik ook moeten zeggen, oké, meneer, ik weet niet wat u heeft, maar ik heb wel een vermoeden, zo en zo. Dus ik stel voor dat we alvast dat en dat doen. En naarmate we meer informatie krijgen, gaan we dat bijstellen. Allee, is ook wel, je moet wel iets doen. Je kunt niet blijven filosoferen in het niets en ondertussen alles laten ontplooien. Meneer De Munck, is dat niet wat u daarstraks zelf in uw presentatie ook noemde? Het groeiend geloof in de experten en het feit dat we daar ons vertrouwen in stellen. Dat we er ook te veel van verwacht hebben. Ja, dat is zeker mijn perspectief. En ik zou daar in antwoord op die crisissituatie, dan blijf ik wel vinden dat crisis vernauwd is tot een bepaald aspect van wat... Ondertussen heb je via lockdownmaatregelen ook crisis gecreëerd natuurlijk. Hè. Er zijn berichten in de pers geweest van heel problematische gezinssituaties, kindermishandeling, echte mentale crisis achter de muren waar de mensen werden in op, dat zijn ook crisissituaties natuurlijk. En ondertussen wordt er wel een hiërarchie gemaakt in welke crisis er belangrijk is. En daar moeten we ook meer bij stilstaan, denk ik. Dat je die hiërarchie ook anders kan maken. Hè? Dat het ook legitiem is om te zeggen van sorry, maar ik vind die crisis achter de muren, die je daar creëert door overheidsmaatregelen, ik vind die crisis belangrijker. Dat moet ook kunnen, denk ik. En dat is... dat vraagt ook expertise. En die expertise is natuurlijk vaak niet aan boord genomen of te weinig aan boord genomen. En daar is alleszins veel te weinig naar geluisterd. Denk ik. Dus ik denk dat daar de balans... Ik blijf er dan bij dat de balans daar niet helemaal goed zat. Toch? Meneer Lobuik, die balans, was die er toen... En meneer De Munck noemde het daarnet al, het grote woord, het COVID-safe-certificaat. Was die balans er toen dat beslist werd? Wel, het is in eerste instantie beslist geweest op Europees niveau om dat te gebruiken. Waarbij men landen ja, de toestemming gaf om
te regelen wie er zou kunnen binnenkomen. En men ging er toen inderdaad vanuit, en die kennis is inderdaad ook wel geëvolueerd, en de realiteit is door de variatie van het virus ook nog eens veranderd, die realiteit is veranderd. Maar men ging er toen vanuit dat wanneer mensen gevaccineerd waren, dat ze één, zelf veel minder kans hadden om ziek te worden, en dus om de zorg te belasten, zelf de zorg te belasten. En men ging ervan uit dat men ook, dat er minder kans was op virusoverdracht. Waardoor het volgens mij inderdaad legitiem was om met de kennis van toen om zo, met zo'n COVID safety kit te werken. Ook weer vanuit ik vond er is dan heel snel met stigmatisering en discriminatie als tegenargument naar voren geschoven, maar dat was voor mij niet altijd overtuigend. Dus bijvoorbeeld, op het moment dat ik mijn zoontje, ik geef maar een voorbeeld, een hoog risicocontact had gehad, mocht mijn zoontje niet naar de jeugdbeweging en ook niet naar school, en zijn vriendjes mochten dat wel. We vonden dat geen discriminatie. We vonden dat logisch, gelet op het feit dat mijn zoontje potentieel anders andere mensen zou kunnen besmetten. En die mensen weer ook andere mensen, enzovoort. Dus we zeggen, mijn zoontje mag even minder iets doen dan andere mensen, omwille van het feit dat er een objectief gegeven is die dat verschil maakt. Nu, wanneer vaccinatie dat objectief verschil maakt, dan kan je, denk ik, hard maken dat je ook dat onderscheid maakt, zonder dat je daarom moet spreken van discriminatie. U hebt daar bijvoorbeeld in het raadgevend comité lang over gediscussieerd. En ons advies hebben we gezegd, oké, dat kan werken bijvoorbeeld voor vliegreizen enzovoort. Hè. Maar we hebben er wel voor gewaarschuwd om dat niet all the way, of toch zeker niet al te snel all the way te gaan invoeren, ook in het dagelijkse leven van mensen. En daar heb je wel gelijk, dat op het moment dat het eigenlijk steeds meer duidelijk werd dat COVID safety kit niet echt deed wat we ervan verwachten, en bovendien misschien zelfs een beetje contraproductief is zelfs geweest, omdat het gedrag aan sturen die risicovolger was dan nodig, dat men dan op dat moment heeft doorgeduwd en het ook ingevoerd heeft in de horeca bijvoorbeeld enzovoort. En dat is inderdaad wel een problematischer punt. Nu, het is ondertussen teruggedraaid. Laten we hopen dat het in de kast blijft. Meneer De Munck, een van uw stellingen is dat, dat haal ik toch min of meer uit uw boek, en u hebt het ook bij uw stellingen geschreven in uw slide, dat de medische wetenschap zijn hand heeft overspeeld. En daar bedoelt u dan voornamelijk mee dat de rangen te veel gesloten werden en dat er te weinig ruimte was voor andere stemmen. Maar is het dan, in het licht van wat mevrouw Vliegen daarnet ook zei, niet te begrijpen dat in een crisissituatie op een gegeven moment er moet gehandeld worden en er op dat moment misschien net geen ruimte is om veel tegenstemmen en veel debat te gaan voeren? Ja, dat begrijp ik. En zoals ik daarnet zei, ik begrijp in 2020, in maart en april, dat er dan een crisissituatie was en dat er dan crisismaatregelen moesten genomen worden. Maar het heeft 2 jaar geduurd. We zijn 2 jaar in een context geleefd waarin voortdurend maatregelen op de loer lagen en voortdurend maatregelen werden uitgevaardigd enzovoort. En de rangen zijn gesloten gebleven bijna 2 jaar. En de bereidheid om open te staan voor discussie is niet groot geweest volgens mij. Veel te klein. Ik denk de zomer van 2021, dan was de pandemie een jaar en 3 maanden bezig, is in Engeland besloten van een grote Freedom Day af te kondigen, is alles opengegooid. Toen hebben 1200 wetenschappers in de Lancet, in een van de belangrijkste tijdschriften, hebben een opinie gepubliceerd. 1200 echt gerenommeerde wetenschappers hebben dat ondertekend, waarin dat een globale bedreiging werd genoemd. Alle modellen wezen uit dat de cijfers weer door het dak zouden gaan. Ze hebben alle 1200 ongelijk gekregen, want de cijfers zijn beginnen dalen. En ze zijn tegen elke verwachting van elke wetenschapper in, of dat ongeveer, van elke erkende wetenschapper in, zijn ze blijven dalen. En 1200 wetenschappers hebben toen
En sommigen hebben weer van massamoord gesproken en van idiotieën enzovoort. En er is geen enkele zelfreflectie geweest. Dat wordt dan gepubliceerd. De mensen die pleiten voor het opengooien van alles worden geridiculiseerd. En daarna blijken die mensen gelijk te hebben. En dan is het over tot de orde van de dag. Dus ik denk dat daar echt kritische zelfreflectie om. Mevrouw Vliegen? Ja, wel, ik wil al een poging doen. Want inderdaad, wij keken daar ook met grote ogen naar in alle richtingen in de zomer. En inderdaad, er zijn veel momenten geweest waarop wij zeiden, ja, wat gebeurt hier nu eigenlijk en begrijpen we wat er gebeurt en waarom enzovoort. Dus dat er daar heel veel zaken zijn voor iedereen, voor alle partijen om te leren, dat is absoluut zo. Ik vind het nooit contributief in een debat dat er zo van die gigantische begrippen zoals massamoord enzovoort, allee, dat draagt op geen enkele manier bij aan een deftig debat. Dus inderdaad zo, hè. Dat is daar niet een gigantische globale bedreiging geweest, dus daar heb je gelijk. Het is wel zo, en dat is een beetje onder de radar gebleven, maar als je de mortaliteit in de UK, die is uitgesmeerd geweest over een hele lange periode, die hebben flink wat mortaliteit gehad. Dus dat mogen we ook niet onder de mat schuiven. Het is niet dat daar niks gebeurd is en die ziekenhuizen hebben heel lang heel erg onder druk gestaan. Maar het is waar, dat is niet zo catastrofaal geweest als dat ze... Dat is absoluut zo. En dus ik denk... Ja, dat aan de orde is om dan te zeggen, tja, er is niet gebeurd wat we gedacht hadden, dat er misschien zou kunnen gebeuren. Laat ons dat analyseren. Waarom? Wat is er dan? Wat heeft dat dan verklaard? Dat is in het gegeven van, ja, maar jullie hebben de rangen gesloten en er mocht hier geen debat zijn. Ik ben daar niet helemaal... Ik ben daar niet wel mee eens. Natuurlijk, ik heb mezelf gezegd, ik heb me nooit gemoeid in het debat op sociale media, maar dat is eigenlijk... omdat ik dat eigenlijk in alle eerlijkheid een hele moeilijke plaats vind voor debat. Dat is eigenlijk een plaats waar heel veel geroepen en gif gespuit wordt, maar waarbij je nauwelijks plaats is voor nuance of voor het rustig naast elkaar leggen van argumenten. Maar goed, het is wel natuurlijk een plaats om heel veel aandacht voor bepaalde opinies te krijgen en waar je soms ook stukjes kennis kunt delen. Maar zwart. Maar bijvoorbeeld, elke keer als er iemand mij of ons contacteren van ik ben het niet eens, of ik heb een idee, of dat is ook gebeurd. Hè. Op een bepaald moment in de zomer heeft een van mijn collega's, Jeroen van der Hils, dat uit Hasselt, lanceerde die idee van laat ons eens gewoon nu daarmee stoppen en al dat testen met die kinderen, laat ons daarmee stoppen enzovoort. En we hebben daarover ook wel gediscussieerd. We waren het niet eens en dat was wel verwarrend in de publieke opinie van ja, maar alleen twee infectiologen die iets totaal anders zeggen. Maar het was ook niet zo dat niet kon of dat dat niet mocht. Er zijn nog collega's van mij die zeiden ja, ik heb er een ander idee over. Wij hebben heel wat mensen ook wel eens een keer hun zeg laten. Dus het is niet zo dat waren een hele kring van mensen die ons ook wel regelmatig stukken stuurden van heb je daaraan gedacht? Zowel in de ene zin, de ultra-orthodoxe zin, zal ik maar zeggen, of in de minder-orthodoxe zin. We hebben op een bepaald moment met elkaar gebeld, ook uit noodzaak, van hoe moeten wij hier... Wat moeten wij discussiëren? Dus ik vind de boutade van het debat, de rangen zijn gesloten en het debat heeft geen plaats mogen vinden. Ik ben daar niet helemaal mee eens. Dat het veel beter had gekund en veel rijker, daar ben ik het wel mee eens. Maar het moet ook wel van twee kanten komen. Ik heb met een aantal collega's in de academie in september 2020 een debat georganiseerd en een symposium. We waren toen gebonden aan onze eigen maatregelen, dus daar kon niet veel volk. Maar we hebben toen eigenlijk vrij breed uitgenodigd en rond de tafel georganiseerd over een aantal maatschappelijke fenomenen, onder andere de crisis achter de muren, omdat dat ons ook ter harte ging. Dus ik ben niet vind die zwart-wit-stelling, ik ben er niet helemaal mee aan. Misschien nog aanvullend, ligt het ook niet alleen aan de experts dat er misschien een gevoel ontstaat dat er te weinig discussie was. Ik vond ook wel dat in de media, met name ook de openbare omroep,
te weinig plaats heeft gemaakt voor een breed debat. Altijd dezelfde mensen heeft uitgenodigd, wat waarschijnlijk voor die mensen zelf ook om duur heel erg lastig was. Ook vaak voor onderwerpen die, waar ze eigenlijk niet waar ze geen expert in waren. Maar zelfs puur wetenschappelijk zou je eigenlijk verwachten dat op het moment dat er zo'n crisis is, dat je toch ook dat er eventueel ook met andere, met buitenlandse experts, en dat er ook echt wel eens op canvas dan, is ten gronde een programma wordt georganiseerd waarbij we inzicht krijgen en wat weten we nog niet, waar twijfelen over enzovoort. Maar het is toch eigenlijk allemaal beperkt gebleven tot studiopraatjes, waar ik misschien dan zelfs ook wel af en toe eens aan deelneem, maar eigenlijk niet echt aan die discussie te gronden. En dat denk ik is echt niet alleen de fout van de wetenschappers of van de experten, maar ook, denk ik, daar zit zeker ook een rol. Ik vind ook dat de openbare omroep en de media daar ook zelf is mogen, ook moeten over debatteren bij zichzelf. Ik zie ja knikken, meneer ja. De Munk. Daar ben ik het mee eens, hè. Dat klopt helemaal. Hè. Het is soms ook moeilijk onderscheid te maken tussen... want veel van de informatie over de wetenschap komt natuurlijk tot ons via media, via de mainstream media. En het is soms moeilijk onderscheid te maken tussen wat ligt er nu aan de filter van de media, dan wel aan de dynamiek binnen de wetenschappen zelf. Dat heb ik zelf ook ervaren als een heel moeilijke vraag. Ja. Ja, want als ik daar even mag op inpikken, dat is wel zo. Ik vind persoonlijk zelf in zo'n debat nuance en de complexiteit van sommige argumenten, ik vind dat heel belangrijk. Maar dat gaat vaak helemaal verloren in de koppen en in de... Het is menige keer geweest dat ik een interview gaf en als ik dan... Want je mocht alles nalezen, behalve de kop. En dan zie je de kop en dan denk je, oh my god, ja, dit is niet wat je wilt zeggen. En ik heb een paar keer echt dan de hoofdredacteur opgeroepen en gezegd, ik wil absoluut dat je die kop verandert, want dat gaat niet. Ik heb dat niet gezegd. Maar ja, het is... Maar dat is te vaak ook niet gebeurd, volgens mij. Mm. Er zijn dingen in de pers verschenen waarvan je als wetenschapper, volgens mij, bedoel, ik geef één voorbeeld in mijn boek over long COVID. In juni 2020 verschijnt er op 18 juni meer bepaald, denk ik, net 2 jaar geleden, in alle kranten staat er plots dat 90% van de besmette mensen long COVID ontwikkelen. En dat werd gedefinieerd als na 3 maanden 90%. 90% van de mensen die besmet geweest zijn. Dat kwam van een onderzoek waarvan de onderzoekspopulatie was samengesteld op basis van aan Belgische zijde was een Vlaams-Nederlands onderzoek. Dus aan Vlaamse zijde was de onderzoeksgroep tot stand gekomen via een Facebookgroep van mensen die zich aanmelden met symptomen van long COVID. Dus dat is het equivalent van een dokters wachtkamer binnenstappen, vragen wie allemaal ziek is en besluiten dat 90% van de bevolking ziek is. Dat stond in elke kop, stond 90%. Die wetenschappers moeten toch... En dat komt uit een perscommuniqué van wetenschappers. Wat anders Maar daar heb je absoluut gelijk in. Dat is super gebiased en daar moeten, vind ik, als wetenschapper proper op je eigen zijn en je moet deftig... Dan moet je toch bellen, sorry. Dat is en het is... Ja, maar dat... Een paar weken geleden is het opnieuw gebeurd. Heeft zijn samen zelf cijfers verspreid via Twitter dat 1/3, nu is het al iets minder, 1/3 van de mensen long COVID. En dan is het Tijl de Bie, die moet op Twitter de mensen opjagen en de kranten opjagen om daaruit een titels te halen. Dat is nog maar een paar weken geleden, heeft Sansano zelf een cijfer verspreid dat nergens op slaat. Als 1/3 van de mensen long COVID zou ontwikkelen, dat betekent dat wij bijna in elk gezin hier vertegenwoordigt iemand. Dus dat, iedereen weet dat niet klopt, dat cijfer. En toch komt dat in krantenkoppen terecht en moet dan Tijl de Bie, in plaats van die wetenschapper zelf, is het Tijl de Bie die dan moet de klopjacht organiseren. Ja. Dus dan is er toch een probleem met wetenschappelijke hygiëne als dat. Daar heb je absoluut een punt. En ik denk dat voor elke wetenschapper, zeker als je eigen cijfers gedisplayed worden, daar moet je een enorme rigueur in hebben. Dat moet van A tot Z kloppen. Voordat dat, en als wat jij in
in uw perscommuniqué schrijft, als dat verkeerd overgebracht wordt, dan is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dat juist, en dat wat weten we wel en wat weten we niet. En over long COVID, by the way, ja, daar is het laatste woord helemaal nog niet over gezegd. 18 juni 2020 was veel te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen. En zelfs nu hebben we eindelijk een soort van begin van tentatieve definitie. Maar dan nog, de mensen die ik op mijn raadpleging zie met presumed long COVID, dat is een hele heterogene groep. Eigenlijk, ja, ik kan daar niet ja of niet nee over zeggen. Heel vaak weten we dat nog niet en moeten we dat juist zorgvuldig onderzoeken nog. Meneer De Munck, de verdienste van uw boek is dat u de geschiedenis toont waardoor we in deze situatie zijn terechtgekomen en waardoor er bepaalde beslissingen zijn genomen, de manier waarop ze genomen zijn. U maakt dat begrijpbaar en u doet ons daar naar kijken. De vraag die daar dan bij opkomt is of we ons dan nu ook de vraag moeten stellen dat we op een punt in die geschiedenis zijn waarin dat we terug moeten nadenken over hoe wetenschap en technologie ons leven bepaalt. Is nu het moment om daar te gronden eigenlijk eens terug beginnen over na te denken en het debat daarover te voeren volgens u? Ja, voor mij wel. Ja. Voor mij is dat waarschijnlijk was dat moment er al lang, maar ik ben er pas over beginnen nadenken. door die crisis echt veel meer en veel harder over beginnen nadenken. En ik zou zeggen dat dit een uitgelezen moment is om dat te beginnen doen. Ik denk dat we nu... Ja, voor mij is de bottomline een beetje als je met het oog op die levensverwachting of die kleine winst in levensverwachting die dan eigenlijk op het spel staat, gemiddeld genomen natuurlijk. Als je daarvoor zodanig moet ingrijpen in intieme noden van mensen, in grondrechten van mensen, ja, als dat de prijs wordt, dan wordt het hoog tijd, denk ik, om inderdaad te gaan nadenken over ja, wat is de balans hier nog? Hè? Is het nog te rechtvaardig? Ja. Voor mij is dat zeker het geval, ja. Meneer Lobuik, vanuit het standpunt ja, politieke filosofie, moeten we daar dan ook de overheid bij betrekken om dat terug in vraag durven te stellen? Wel, de invloed van techniek en van wetenschap op ons leven is natuurlijk een vraag die al heel oud is en waar we, denk ik, als mens altijd wel op uitgedaagd zijn om daarover over na te denken. Doet mij spontaan denken aan een citaat van Max Weber die ergens schrijft in zijn tekst Wetenschap als beroep. Hè. De medici die kunnen door onderzoek en door technieken het mensenleven verlengen. Maar de vraag welk leven het waard is om te leven, ja, dat is een totaal andere discussie waar een medicus als dusdanig niet zo heel veel over te zeggen heeft. En dat schrijft hij al in het begin van de 20e eeuw. Waarmee duidelijk wordt, ja, we gaan steeds meer technieken ontwikkelen om het leven langer te maken. En die discussie bijvoorbeeld rond de behandeling van kanker woedt, denk ik, volop. Hè, waarbij ja, we weten dat bepaalde behandelingen... waarbij er gezegd wordt dat er bepaalde behandelingen zijn die artsen zelf nooit zouden nemen. Dat zijn lastige discussies. Maar op het moment dat je met die ziekte geconfronteerd wordt enzovoort, dan heb je nog één strohalm en dan is de vraag, neem je die of niet? En we kennen waarschijnlijk allemaal wel verhalen van mensen die ervoor gekozen hebben om zich te laten behandelen, maar die dan in een soort van hel terechtgekomen zijn en die achteraf denken van, ja, had ik dat geweten, dan ging ik er misschien niet aan begonnen zijn. Maar dit zijn natuurlijk vragen waarmee we blijvend zullen geconfronteerd worden natuurlijk. Dat lijkt mij heel logisch. Ja. Maar ook de rol van daar heeft Bert op het einde naar verwezen, dat is ook voor mij vind ik een heel interessante discussie, waar we nu niet te lang mee moeten over doorgaan, denk ik. Maar ja, dus de rol die techniek zal kunnen spelen of niet spelen in heel de klimaatdiscussie. Ook de rol van experten daarin. Ook hoe die crisis zich verhoudt ten aanzien van democratie. Bijvoorbeeld Dirk Drouwland is daar heel radicaal in. Dirk Drouwland zegt, je kunt de klimaatcrisis niet oplossen met democratische middelen. Dus je moet de democratie als het ware tussen haakjes zetten en experten de macht geven.
De vraag, en dan krijg je dan meteen de vraag, welke experten enzovoort. En met welke legitimiteit kunnen die experten dan maatregelen nemen die op ons gedrag van en op onze portefeuille, voor onze portefeuille gevolgd hebben enzovoort. Maar dus een aantal thema's die we in die COVID-crisis waarmee we geconfronteerd zijn, ja, die spelen ook op. Bijvoorbeeld, die gaan ook terugkomen in de klimaatdiscussie. Ook daar bijvoorbeeld, gaan we dwingende maatregelen voor onmenselijk gedrag te sturen? Of gaan we zeggen, de barmhartige Samaritaan, we gaan hopen dat mensen vanzelf, ik zeg maar iets, minder vliegen of minder houtbrand, minder vlees eten. Of gaan we daar echt sturend via marktmechanismen enzovoort op gaan inspelen? Ik ben voorstander om dat laatste te doen. Hè. Maar, ja, meneer De Munck. Er is wel een verschil natuurlijk, omdat de maatregelen die we de pandemie zijn genomen, die gaan over het menselijke lichaam en hoe mensen met een eigen lichaam verplicht zijn geworden van om te gaan. En wat aan mijn opmerking van daarnet wil ik nog toevoegen. Ik wil daarover nadenken, over die relatie met de technocratie. Heel veel mensen, in toenemende mate, denken mensen erover na. Voor mij moet niet iedereen erover nadenken. Mensen mogen van mij een andere positie kiezen, een andere positie innemen dan ik zelf zou doen. Maar wat er in 2020-2021 is gebeurd, is juist dat de mensen die een andere keuze willen maken, geen kans hebben gekregen om een andere keuze te maken. En dat vind ik dat is eigenlijk het grootste probleem voor mij. Dat je dan mensen de arm omwringt om toch mee te gaan in een verhaal waar ze eigenlijk niet meer in geloven of waar ze een totaal ander idee over hebben. Dus ik denk dat er alleszins wat er in de toekomst ook gebeurt, dat er meer aandacht moet zijn en meer begrip en empathie voor mensen die een andere keuze willen maken, die daar niet in mee willen gaan. Dat zou bij klimaat ook zo zijn. Ja, maar dat gaat niet over lichamelijke integriteit. Dat gaat niet over lichamelijke integriteit. Ja. Maar en nu is de lichamelijke integriteit van heel veel mensen geschonden. En hebben heel veel mensen moeten toezien hoe hun kinderen aan dingen zijn onderworpen waar ze echt een afschuw van hadden. Je kan zeggen van mondmaskers wat je wil. Maar er zijn heel veel mensen die dat afschuwelijk vonden. En die zijn verplicht geweest om dat anderhalf jaar te aanzien dat hun kinderen elke dag naar school vertrokken met een mondmasker. En welke positie je daarop wetenschappelijk enzovoort in inneemt, dat is een realiteit en dat kan je volgens mij niet doen. Dat raakt aan lichamen, aan mensen een lichaam. En dat je dat niet kan doen. Ja, maar vroeg of laat gaat dat klimaat ook aan onze lichamen raken. Hè? Dus ik denk dat je daar dat ook niet zo helemaal van elkaar kunt loskoppelen. Nu, ik wou toch nog even terugkomen op hetgeen wat je in je presentatie en in je boek ook zegt over... Ja, hoe ver willen we gaan in heel dat technologische, de technocratische? Hoe ver willen we gaan in een technologische vooruitgang? Hoe oud mogen mensen worden en zo? Dat is inderdaad, dat is heel fundamenteel. Maar dat is een heel belangrijk maatschappelijk debat waar ook weer heel veel emoties en stemmen in zijn dat je niet op 1, 2, 3 voert. En dan denk ik... En dat je ook in de heat of the moment niet kunt voeren. En dan denk ik meteen onmiddellijk terug aan die eerste golf, waar dat eigenlijk er heel snel de vraag kwam van ja, wat als hier te veel patiënten aankomen voor te weinig bedden, hoe moeten wij de patiënten selecteren? Dat is een hele cruwe vraag, maar daar komt het op neer. Is het first come, first serve, of gaan we toch een zekere selectie maken? Dat is zo het soort van vraagstuk waar mensen liever niet over nadenken, want dat is heel akelig, maar als jij als spoedgevallenarts of als intensieve zorgenarts daar bent, dan heb je ook absoluut geen zin om goede vader te spelen. Maar dat wordt die situatie dwingt u daartoe. Nu, er zijn uiteraard regels en vrijwillige regels die wij al tevoren hanteren, waarbij idealiter heel zorgvuldig gekeken wordt voor mensen die hoogbejaard en heel fragiel zijn van wat is de beste zorg dat je voor mensen nog kunt geven, dat je met mensen kan afspreken. Dit gaan we u nog wel aanbieden, dat bijvoorbeeld een beademing, daar gaat jij niet meer van herstellen, dat gaan we u niet aanbieden. En als je dat echt in een heel goed en zorgvuldig zorgtraject doet, dan is dat prima en oké. Maar heel veel mensen hebben dat niet, hebben dat ook nooit over nagedacht, zien zich ineens geconfronteerd. Of hebben families die zeggen, nee, onze va van 87 jaar, die gaat nog naar intensie. Dus dat zijn heel veel discussies die op het scherp van de snee, die je niet kunt voeren in een urgentie.
en waar dan zowel intensieve zorgenartsen als geriaters toch wel pogingen hebben gedaan om dat een beetje te kaderen. Dat is, zelfs dat heb ik moeten uitleggen voor het Waals parlement. Er werden mij toen al Hitleriaanse methodes, alleen al maar om op een of andere manier een zekere stroomleiding of prioritisering op medische gronden. En daarmee wil ik bedoelen, dus ja, als we het hebben over, goh, maar dat is toch een epidemie van oude mensen enzovoort enzoverder. Ja, maar laat ons dan dat debat eens voeren. Hè. Vanaf, willen we een leeftijdscriterium? Willen we een fragiliteitscriterium? Wat willen we? En dat moet nu ook gevoerd worden. En ik ben niet van overtuigd dat iedereen daar hetzelfde over denkt. Goed, ik denk dat er al een uitgebreid debat gevoerd is hier op het podium. Ik ga even proberen om het debat open te trekken naar u, dames en heren. Er is spijtig genoeg geen tijd om waarschijnlijk de tientallen vragen die u hebt, om die allemaal aan bod te laten komen. Maar hier en daar zal er misschien toch wel iemand zijn met een vraag. Steek gerust uw hand op en dan kom ik naar u toe. Uiteraard, ja, yes, ik ben Richard Salletan, dat is 50 jaar bezig. Uiteraard dat in de eerste golf van alles beslist werd vanuit de urgentie. Persoonlijk ben ik altijd heel erg bezig geweest met preventie en met het op voorhand nadenken, wat doen we met de patiënt. En dat mis ik nu nog altijd vanuit de overheid. En ik vind dat heel belangrijk. Er wordt ook helemaal niet gesproken over immuniteit, de natuurlijke immuniteit. Er wordt niet aan de mensen verteld op geen enkel moment wat wel gezond is, hoe dat ze hun immuniteit kunnen versterken. Er wordt alleen maar aan angstporno, zoals sommigen zeggen, gedaan, wat de natuurlijke immuniteit heel erg aantast. Dat is een aspect dat ik enorm mis. En hoe komt het dan dat nu na 2 jaar daar nog altijd niks over gezegd wordt? Wordt daar ooit eigenlijk over nagedacht? Het is altijd een courieren aan symptoom. In het najaar gaan misschien de klinieken ook weer heel erg vollopen. Ook weer niet alleen door COVID, maar ook door al die gevolgen van een verzwakte samenleving. Hetgeen dat we ook bij de kinderen zien, enzovoort, enzovoort. Ik weet niet wie hier een antwoord wil opgeven. Mevrouw Vliegen. Ik wil al wel een poging wagen. Well, preventie, I couldn't agree more with you. Preventie is natuurlijk superbelangrijk. En nog voordat de COVID-crisis uitbrak en voordat er daar ooit sprake van was, waren wij al allemaal op ons achterste poten, zal ik zeggen, in de medische wereld, omdat het budget voor preventie verminderde in plaats van vermeerderde. Hè. Dat was een van de eerste acties, denk ik, toen minister Beke zijn ministerambt heeft opgenomen, waar dat wij zwaar tegen geprotesteerd hebben. Niet per se omdat preventie en gezond leven in de brede zin van het woord, niet per se omdat dat rechtstreeks leidt tot voorkomen van epidemieën, maar wel uiteraard in het voorkomen van een heleboel andere aandoeningen, cardiovasculair, kanker, Alzheimer, algemeen welzijn enzovoort. Dus preventie is iets wat eigenlijk lineair zou moeten doorlopen en wat we niet per se nu in urgentie moeten of kunnen installeren voor het voorkomen van de volgende golf, maar is iets waar veel meer aandacht aan moet gaan. En dat is dan eigenlijk gezond leven, bewegen, voeding, slaap, al die dingen, preventieboodschappen. Maar dat is in principe ook iets wat wij allemaal als gezondheidswerkers, maar ook wat de eerste lijn, wat in gezondheidsopvoeding thuis hoort enzovoort. Allee, ik doe eigenlijk de helft van mijn raadpleging is niet anders dan preventie. He, dan het punt over natuurlijke immuniteit. We hebben allemaal een immuunsysteem en dat werkt in het merendeel van de gevallen bij mensen fantastisch goed. Dan moeten wij nu daar, en heel vaak vragen mensen me dan, ja, wat zijn de magic bullets? En dan soms met de vraag om deze of gene pillen of boosters voor je immuniteit, daarover gaat het niet. Inderdaad, de inzichten die we hebben in gezond leven,
Dat zijn de zaken die uw immuniteit ook onderhouden. De verhouding tussen stress en immuniteit, die is er zeker en vast, maar er zijn een heleboel andere zaken die onze immuniteit ook bedreigen. Dus ik denk dat we daar dat ook niet moeten overdrijven. En ja, wat gaat er dan zeggen? Wees niet bang, want dat is slecht voor immuniteit. Nee, dat kun je ook niet doen. Ik denk, aandacht voor preventie is absoluut belangrijk, maar ik denk dat we ook niet mogen blind zijn, zelfs in landen waar preventie nog, waar veel meer geld en aandacht gaat naar preventie, die landen worden ook getroffen door zo'n pandemie. Dus je sluit dat daar niet volledig door uit. Dankjewel. Wie had er hier nog een vraag? Ik ga er willekeurig nog iemand uitpikken. Ik heb het boek al gekocht. Het ging vooral over vroeger. Ik was nieuwsgierig hoe jullie de toekomst zien. De mondmaskers, komen ze nog terug dit jaar of misschien volgend jaar? Lockdown, gewoon nieuwsgierig hoe jullie dat zien. Meneer De Munk, hoe ziet u dat? Wat denkt u dat het zou moeten worden? Voor mij is het excuseer. Ik heb het al een beetje gezegd. Hè. Ik wil geen beleidsaanbevelingen doen. Ik heb wel meegewerkt aan het Wintermanifest. En daar worden een aantal dingen wel gesuggereerd. Waaronder de adviesraden verbreden. Dat je ook meer inbreng hebt van psychologen, sociologen enzovoort. Om die bredere maatschappelijke problematiek in te brengen. Inclusief, ik denk ook dat het mogelijk zou moeten zijn om niet alleen voor het virus, maar ook voor mogelijke nevenschade prognoses op tafel te leggen en ook daar simulaties te doen van wat zou deze maatregel op lange termijn betekenen voor ongelijkheid, voor leerachterstand, voor mentale problematieken enzovoort. Dus daar hoop ik op dat daar... En dat de wetenschap zich meer beperkt dan tot het op tafel leggen van een aantal scenario's waar dan een meer democratisch debat over wordt gevoerd dan nu het geval geweest is. En daar gekoppeld dan aan, denk ik, maar dat heb ik net al gezegd, denk ik dat er veel meer begrip moet zijn voor mensen die een ander wereldbeeld hebben en die dus er anders tegenover staan. Ik denk dat je zoveel mogelijk moet vermijden om die mensen de arm op te wringen, om dezelfde dingen te doen. En dingen te doen die ze echt niet willen, omdat ze gewoon heel anders in het leven staan. Dat is voor mij het belangrijkste. Dankjewel. Ik heb hier nog iemand die een vraag wou stellen. Ik ben maar een bescheiden filosoof. Maar ik heb een paar jaar geleden een zeer interessant boek gelezen van Ernest Becker, Pulitzer Prize 74, The Denial of Death, waarin hij beschrijft dat we eigenlijk al sinds Descartes, 16e eeuw, ons aan het vastrijden zijn in een mechanisch verwiskundigd wereldbeeld, waarin we onszelf opzadelen met de illusie dat alles controleerbaar is. En dat eigenlijk de wisdom of insecurity, zoals Ellen Watts dat zegt, wordt weggefotoshopt. Dat we eigenlijk een symmetrisch bewustzijn creëren, één op één. Onze verlangens om eeuwig te leven worden geprojecteerd op de analoge werkelijkheid. Nu, heeft de natuur niet altijd het laatste woord en het eerste woord? Zouden geschiedkundigen, medici, filosofen niet sowieso veel meer ruimte krijgen om een debat in volle crisis, voor de crisis, na de crisis te kunnen voeren, als wij allemaal zouden uitgaan van het boeddhistische idee, de leegte, dat alles vergankelijk is en dat alles samengesteld is. En dat eigenlijk het inherent is aan het leven om geboren te worden en te sterven. Zou dat idee als ontologische basis van ons mensbeeld niet continu die ruimte geven, ook aan mevrouw Vliegen, aan meneer De Munk en aan iedereen, om eigenlijk gewoon continu anders met elkaar om te gaan? Ik denk dat dat misschien een filosofische vraag is die best filosofisch kan beantwoord worden. Ik ga het kort houden. Ik denk dat het besef van eindigheid en vergankelijkheid niet moet uitsluiten dat je in die kleine ruimte die we hier krijgen en onze eindige vergankelijke ruimte die we hier krijgen, om het zo goed mogelijk te proberen te doen. En dat is wat zo'n crisis overkomt, de samenleving. En dat is ook een manier om daar een beetje naar te kijken, denk ik. We zijn dan
ja, we hebben moeten ageren en dat is met vallen en opstaan gebeurd. En het is niet omdat je zegt, ja, iedereen moet toch ooit eens sterven, laat ons zen zijn. Leven en laten leven dan maar. Dus daar ga ik niet in mee. Ik vind niet omdat je bewust bent van de eindigheid, dat je niet moet proberen om in dat korte bestek dat je hier aan bent, toch te proberen om, ja, om dat zo goed mogelijk te doen. Ja. Als ik uw standpunt goed begrepen heb, denk ik, ja, dat is altijd een hele moeilijke spanning. Want uiteraard heeft de natuur altijd het laatste woord. Dat is evident. Want wij gaan allemaal dood. En ja, als je als arts werkt, dan voelen wij ook van, wij kunnen een beetje proberen te sturen. En soms lukt dat. Soms hebben we het gevoel, ja, we zijn iets aan het doen. En er zijn even goed momenten waarop we denken, ja, we zijn hier niks goed aan het doen of we geraken niet waar we moeten geraken. Dus ja, denk, dat noopt tot bescheidenheid, absoluut. Maar tegelijkertijd in urgentie, en ik ben een arts, dus ik kijk natuurlijk ook altijd vanuit een individueel, een één-op-één standpunt. Als iemand bij mij komt, en die is 56 jaar, en die komt binnen met een acuut hartinfarct, dan ga ik toch niet, dan weet ik dat ik een aantal levensreddende en levensverlengende dingen ga kunnen doen die die persoon ook vraagt of verwacht van mij. Dus alles is heel erg contextgebonden. Als die binnenkomt en die, als je hier nu subiet ineens doodvalt of van die stoel valt, ga ik toch wel een poging doen om je te reanimeren. Of dat de natuur, dan zal ik wel zien of dat... Het lukt of niet. Dat is misschien een zeer pragmatische artshouding, maar ik denk, ja, beide zijn van toepassing. Hè?